wordt een bewolkte dag vandaag. Kan later in de middag ook nog een spatje regen vallen. Warmer dan 9 graden wordt het niet. Dit is het TV West Nieuws van woensdag 21 november. Ik ben Frank van Deutekom. Hotels van Oranje hebben de bouwplannen voor 2 grote woontorens op de boulevard in Noordwijk onverwacht ingetrokken. Er was veel protest tegen die bouwplannen. Martine Boerkamp is in Noordwijk. Martine, weet jij waarom die plannen nu opeens zijn ingetrokken? Nou nee Frank, we weten het eigenlijk niet. Het komt in ieder geval op een onverwachts moment, vlak voordat er zo'n 1000 handtekeningen ingediend zou worden bij de gemeente door de tegenstanders. Zij wilden een raadgevend referendum over de komst van die woontorens hier achter mij bij die vuurtoren. Bijna 2,5 keer zo hoog als die vuurtoren, dat vonden zij veel te hoog. Maar is het vanwege die tegenstand hier in de wijk of komt het omdat het in deze economische tijd niet zo slim is om woontorens en een congresgebouw hier neer te zetten? We weten het niet. De eigenaren van Hotels van Oranje vinden het te vroeg om te reageren. Dus we weten ook niet of het uitstel dan wel afstel is. In ieder geval zijn ze hier in Noordwijk blij. Ik vind het leuk om in Noordwijk te wonen omdat het lekker laag is en gezellig. Toch een gezellig dorp. En die woontorens leken meer op Zandvoort aan de Zee. Dus u bent blij? Ja, ik vind het leuk. Voor Noordwijk vind ik het misschien wel een goede zaak. Noordwijkers zelf zijn er niet zo mee ingenomen. Het is massaal. Ik vond het gewoon veel te hoog. Ik kan me voorstellen dat ze het allemaal af willen breken en wat nieuws neer willen zetten. Dat begrijp ik wel. Maar ik vraag me wel af waarom dat zo hoog moet. Martine Boerkamp in Noordwijk, dankjewel. Horloges die waren buitgemaakt bij de overval op multimiljonair Wim Zegwaard zijn teruggevonden bij een verkeerscontrole. Dat is gisteravond bekendgemaakt in Opsporing Verzocht. Ook blijkt de vluchtauto een week na de overval in brand gestoken. De persoon die de teruggevonden horloges bij zich had, heeft volgens de politie niets met de overval zelf te maken. Demonstratie gisteravond van tientallen Palestijnen bij sporthal Ockenburg in Den Haag. Daar trad het Israëlisch legerorkest op. En de demonstranten die vinden zo'n optreden ongepast, nu het geweld tussen Palestijnen en Israëli's weer is opgeleid. Free Palestine! Ze doen alsof het een land is, maar het is nooit een land geweest. Snapt u? We zijn daarin gestuurd door de Engelsen. Ze mochten daar blijven, de Arabieren, de Palestijnen waren hard welkom. Ze zeiden, kom maar, jullie mogen wel bij ons blijven. Maar uiteindelijk gaan ze uitbreiden. Christenen voor Israël, de organisatie die het concert organiseert, heeft niks te maken met het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Er wordt gezongen dat er vrede mag zijn en er wordt gebeden. En dan zeg je, ja, wat kun je beter doen wanneer de strubbelingen zijn om te bidden voor vrede. En ik heb begrepen een half uur geleden dat er dus een bestand in de maak is. Dus laten we hopen dat dat bestand het ook houdt. Heel veel mensen hebben steeds meer aversie tegen Israël. Om de reden dat ze ook de God van Israël niet accepteren. Ze willen liever hun eigen godje creëren of een afgod dienen, zoals in de Koran, de afgod Allah, die alleen maar vreedheid is en hardheid. En de God van de Bijbel is liefde en rechtvaardigheid. De politie was massaal aanwezig in Ockenburg, maar de demonstratie verliep rustig. Het herstel van de mankementen aan het nieuwe detentiecentrum in Alphen aan de Rijn heeft bijna 9 miljoen euro gekost. Dat schrijft minister Stef Blok aan de Tweede Kamer. Door onderzoek en herstelwerkzaamheden moest het centrum een tijdje dicht. En dat kwam omdat de stroom eraf moest. En niet omdat mensen in gevaar waren, schrijft de minister aan de Kamer. Het detentiecentrum in Alphen aan de Rijn is inmiddels weer in gebruik. Bedelaars zorgen nog steeds voor overlast in de Haagse binnenstad. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de overlast het afgelopen jaar niet is afgenomen. Volgens burgemeester Van Aartsen heeft hij nu te weinig middelen om het bedelen aan te pakken. En is een verbod op bedelen de enige methode om het probleem op te lossen? Hij wil gebieden aanwijzen waar dat verbod zou moeten gaan gelden. Ja, en diezelfde burgemeester Van Aartsen is enigszins een filmster geworden. Gisteravond speelde hij een rolletje in de nieuwe Nederlandse speelfilm Smoor Verliefd. Die wordt opgenomen in Den Haag en gaat over de liefdesperikelen van 4 Haagse vrouwen. De filmmakers zijn dolblij met de gastrol van Van Aartsen, want het inhuren van een nep-burgemeester, dat is het toch niet helemaal. Wat is uw rol precies? Nou ja, ik hoef alleen maar één van de acteurs een hand te geven. Één van de hoofdrolspelers uit de film. Dus heel simpel, gewoon een figurant. Ja. Waarom doet u dit eigenlijk? Ja, het is een film die in Den Haag wordt opgenomen. Het is dus ook een, hoop ik, als de film straks af is, een mooie PR voor de stad Den Haag. Het is eigenlijk smoorverliefd op Den Haag. Stilte! Actie!
En Amsketen was ook om, hè, geloof ik. Ja, want ik ben wel in officiële functie als burgemeester. Het is een daar een speciale gelegenheid waarbij dit kunstwerk wordt geïnaugureerd. Nou ja, dat zou ik anders ook, zou ik mijn keten aangedaan hebben. Smaakt dit naar meer? Ach, ja, eigenlijk wel. Ja, vertel. Wie weet wat er nog in het verschiet ligt. Den Haag krijgt er mogelijk een nieuwe attractie bij. Jan Huibers, de eigenaar van Avonturia, de dierenwinkel, wil zijn zaak uitbreiden met, jawel, een dierentuin. Jan Huibers heeft de dieren al. En ook de plannen liggen er. Een naturalis-achtige dierentuin. Dus leerzaam voor alle kinderen. Laagdrempelig en voor scholen. En spelende wijs contact met dieren en de natuur. Nu nog de uitbreiding. Het naastgelegen pand dat hij daarvoor op het oog heeft kost 1 miljoen euro. Maar dat geld heeft hij niet. Hij hoopt daarom dat de gemeente Den Haag hem daarbij kan helpen. Ja, en die mogelijkheid ligt nu. Het wordt een beetje urgent, ligt hier vlak naast. De hal hiernaast is te koop. En dat is ja, precies wat we zoeken. En dat is de oplossing om een stuk groter te worden, ja. Hij heeft in ieder geval de steun van één gemeenteraadslid. Ja, deze ondernemer is zo verschrikkelijk enthousiast. Hij heeft heel veel ideeën en heeft de kennis. Ja, de gemeente Den Haag zal die ideeën en die kennis moeten omarmen. Ja, om te komen tot een mini-zoo in Den Haag. Een topattractie. En als het lukt, betekent dat na lange tijd weer een dierentuin in deze stad. Den Haag heeft sinds de oorlog geen dierentuin meer gehad. Ja. En straks weer wel? Dat hoop ik wel, ja. Als medewerker van de gemeente zou het prachtig zijn. En dan nog de sport. Doelman Robert Swinkels van ADO keert niet meer terug onder de lat van die club. Dit seizoen in ieder geval. De doelman moest vorige week per brancard het trainingsveld verlaten. Uit een MRI-scan bleek gisteren dat hij zijn voorste kruisband in zijn linkerknie heeft afgescheurd. Verwacht wordt dat Swinkels tussen de 6 en de 9 maanden uit de relatie is met die knie. Dan nog de kranten. Het AD heeft een treurig verhaal voor dierenliefhebbers. Steeds meer huisdieren worden afgedankt, ziekenhuisdieren met name. De baasjes hebben geen geld meer door de crisis voor de dierenarts. En dus gaan de zieke dieren naar de asiels. Dierenartsen merken dat het minder druk wordt in de praktijk. En de dierenasiels die merken dat het steeds drukker wordt met zwakke dieren. En dan de Telegraaf. De minimumleeftijd waarop tabak mag worden gekocht, die moet omhoog naar 18 jaar. Dat stelt de nieuwe staatssecretaris Van Rijn. Hij werkt aan een voorstel om de tabakverkoop aan banden te leggen. En tot zover het TV West nieuws van woensdag 21 november. Meer nieuws is te lezen op omroepwest.nl en ook te horen op 89.3 Radio West. De app voor de mobiele telefoon, als u hem nog niet heeft, die is ook te downloaden via omroepwest.nl. Dank voor het kijken. Een heel fijne dag.